You're a rich man. Hij zegt, die Jemenieten zelf, die hebben geen cent. Die hebben dat geld helemaal niet. Rally. Les. I hope we make change in this country. I hope. De ogen van de hele wereld zijn sinds eind vorig jaar gericht op dit stukje zee. Het is hier oorlogsgebied geworden. En dat komt omdat de Houthis hier de internationale scheepvaart aanvallen. De prijzen zijn daardoor enorm gestegen. Het heeft een enorme impact op de hele wereld. Maar wat betekent dit alles voor de Jemenieten zelf? Hoe is hun leven nu? Verder dan dit durven ze niet, zeggen de vissers. Want daar bots je binnen de kortste keren tegen een internationaal fregat of een containerschip. En daar is het veel te gevaarlijk op het moment, zeggen ze. Maar dat betekent ook dat ze allemaal teleurgesteld zijn. Veel te weinig vis, want daarvoor moet je verder de zee op. Wij zijn hier in Zuid-Jemen, het gebied dat niet gecontroleerd wordt door de Houthis. Dat is namelijk in het noorden. En daar zijn wij op dit moment niet welkom. In Jemen is er al bijna 10 jaar een oorlog gaande. En dat gaat ruwweg tussen de Houthis en verschillende groepen hier in het zuiden, die gesteund worden door Saudi-Arabië en de Emiraten. Tuna, heida, tuna. Tonijn. Met vliegen, want een ijskast is hier niet. Even schoonmaken. Kieveel haja, hon? Haja, zift. Les. Hala, hoe is je rally? Rally. Les. Shukran. Echt iedereen op deze markt klaagt over de prijzen. Alles is zo ontzettend duur geworden. En het leven was hier al zo lastig. Maar nu voor velen niet te doen. Shuhaida. Driving. Very good. Many women drive? Yes. Vrouwen die rijden, ook niet vaak gezien hier. Oké, Shinos Kiloha. Hij werkt om een beetje bij te verdienen voor zijn familie. En zegt dat hij ook naar school gaat. Maar het grootste deel van de tijd zit hij hier in de hitte achter het kraampje. En dat is de realiteit voor zoveel kinderen in Jemen. Dat school absoluut geen prioriteit is, maar geld verdienen voor hun families. Dus haar, hè? Hamma. Het was de heide eerlijk. Shukran. Hi. Hi. Jon. Alhamdulillah. Mooie jurken. Hallo. وانتي هون كل يوم كل يوم من الساعة 6 لما الساعة 12-11 بالليل يا مامي بيتك هون هي قالت هذا هي قال مؤقر له مية ساعة werkt voor de 7 kinderen ze komt om 8 uur 's ochtends en gaat om 11 uur 's avonds naar huis om die 7 kinderen te eten te geven هو الان الحوثي دمر يعتبر نص الاقتصاد علينا وقف علينا الأشياء غلط بسبب هذه الأشياء وقف حاجات كثيرة كانت تأتي معنا بسهولة والآن توقفت هذه حياة حتى الحيوان ما يعيشه
الحيوان ما يقبل يعيشه. الناس أصبحوا يتمنوا الموت، الموت ولدي الحياة. يعني لا تقدري تنامي، لا تقدري تغسلي ثيابك، ما تقدرش تعملي حاجة. يعني تخيلي الإنسان ما ينامش. الحوتي يمكن تكون له هذه الضربة في له أهداف لصالحه، ما تكونش مش لصالح يمكن اليمن بشكل عام، كل لصالحه له أهداف سياسية. Hello, friend. Hi, my friend. Hi. I am happy to meet you. Because you're a rich man. Hij zegt, die Jemenieten zelf, die hebben geen cent, die hebben dat geld helemaal niet. Shukran jazila. Ah, vrede leek vorige zomer binnen handbereik. Onder leiding van de Verenigde Naties waren de strijdende partijen tot een plan gekomen. En toen kwam 7 oktober en was alles weer anders in de regio. Die plannen staan nu in de ijskast in afwachting van wat er zal gebeuren in deze turbulente regio. En wat Iran en Saudi-Arabië, de twee machtige landen die ook zoveel invloed hebben op de strijdende partijen hier, zullen doen. En voor veel Jemenieten lijkt vrede dus weer verder weg dan ooit. Hij de Ahu Minwen? Yemeni koffie. Montaz. Hele hippe koffietent. Allemaal jonge mensen. En een heel feest buiten. What is this party? It's a graduation party. We're early 20s, 23, 24. Your dream is to stay here? I hope if the country become better. But if the situation still as it is, no, I will travel to another country for sure, inshallah. What bothers you most? What do you find the most difficult thing? The security here, I'll tell you, I don't want to talk about this, but there is a lot of people who take a gun with them everywhere. When you drive across your country, your city, they ask you about your ID card, your name, where you are to, going to, and when we from where you come, and so a question like that while you are in your country. Een afstudeerfeest voor allemaal jonge vrouwen uit Aden, mooie taart. En deze vrouwen zeggen ook, als wij hier nou wat meer macht zouden hebben, dan zou de situatie hier mogelijk echt wel een stukje beter zijn. Hey, we hope to be a successful woman here in Yemen. As you know, women here in Yemen have been limited in education. So we are hoping to make a new generation of educated women. To be a successful woman, to be like when somebody sees me, oh, this is Taqwa, we know her. She's, you know, like a woman, she's a successful woman, she did a lot. And I really hope to be an encouraging side for another girls to be an educated people here in Yemen. But that means that since the age of, let's say, 10, 11, your life was in war. Yeah. So the age of flowers, like you say, is not flowers here in Yemen. We have a lot of difficulties, but alhamdulillah. I hope we make change in this country, I hope.